YouTube doet. Like de video sneller dan dat ik een pet draag voor een 10. Wauw. In Poppy Playtime speel je als de speler. Maar wat als je zou spelen als Banjo Bunny? Oké, we zijn de speler nog, maar in 3, 2, 1... We zijn Banjo Bunny. En daaronder staat Mommy Longlegs. Oké, dus als we op die knoppen drukken, dan kunnen we met dat soort van instrument mappen. En we kennen dit spel. Banjo Bunny komt naar beneden. En als je niet op tijd weg bent, of het spel niet goed speelt, dan ben je zijn snack. Alleen nu zijn wij Banjo Bunny. En is Mommy Longlegs de speler. Dude, dit is zo raar. We zijn de speler niet, maar we zijn de Creepypasta. Oh. 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 Dat was epic. Maar een ander karakter in chapter 2. PJ. Oké, we zijn op dit moment de speler. Dat is PJ. En we zijn PJ. Dude, ik wil heel mijn leven al een lange hondrup zijn. Kan dat? Oké, we zijn PJ. En het ziet er blauw en paars uit. En lang. PJ is sowieso een van mijn favoriete karakters. Ik bedoel, doe het. Als je niet kan kiezen tussen een rups en een hond, dan heb je het allebei in één. Maar dit ziet er zo gaaf uit. Ik bedoel, we weten dat PJ achter ons aan zit in Poppy Playtime Chapter 2. Maar we hebben het nog nooit vanuit zijn ogen gezien. Of in dit geval, vanuit zijn rug. Dit is meestal hoe het in games gaat. Als je één Poppy Playtime karakter zou kunnen zijn. Huggy Wuggy, Kissy Missy, de Huggy Buddies, Mommy, Daddy of Baby Longlegs. Iedereen, wie oh wie, zou je kiezen. En over de Huggy Buddies gesproken, zo ziet het eruit als je de blauwe bent. En zo ziet het eruit als je de groene Huggy Buddy zou zijn. Dat is zo raar. We zitten letterlijk in de buis. Normaal alleen naar kunt kijken. Maar hoe voelt het dan om een speler in te maken? Gaan we daar nu achter komen? Oh snap. Oh, snap. Oh. Oh. Hallo? Oh, wat? Ik was aan het wachten. Maar misschien wel de belangrijkste vraag. Waar het allemaal om draait. Poppy. Playtime. Ik zie een doos. Oh. Sorry. I didn't mean to scare you. Wat? Wij zijn Poppy Playtime. En dat is de speler. Dat is wie wij normaal zijn. Oh, dat is zo raar. Maar een echte redder in chapter 2 is Kissy Missy. En wij zijn haar. Dus waarschijnlijk, als wij zo meteen op knop drukken, halen we de hendel om. Het is zo grappig, want je ziet dus nu ook de speler, zeg maar, voor je staan. Terwijl je gewend bent dat jij de speler bent. En je ziet jezelf niet staan, want je bent jezelf. Ik weet niet, leg ik het goed uit? Het is gewoon leuk om een keer iemand anders te zijn dan de speler. Dat is wat ik wil zeggen. Dat zou ik zo gaaf vinden. Een soort van speciale Poppy Playtime game. Waarin jij Huggy Wuggy Mommy Longlegs en de andere creepypasta's bent. En dat je juist probeert om de speler in te maken. Ja. Ja. Maar wat als PJ en Huggy Wuggy elkaar voor de eerste keer ontmoeten? Ik bedoel, Huggy Wuggy maakt deel uit van chapter 1. PJ van chapter 2. En ze hebben elkaar dus nog nooit gezien. Dit is een eerste keer. Oké, PJ, wees aardig. Oké, Huggy Wuggy is de grondlegger voor een gedeelte van Poppy Playtime. Dus wees lief. Oké, is heel dichtbij. Dat is niet lief. Maar wacht, kunnen we hieruit opmaken dat het levende speelgoed zelfs elkaar wil inmaken? We zijn de speler, maar in 3, 2, 1... We zijn Monty. Monty uit Five Nights at Freddy's. Alleen dan in Poppy Playtime. En waarschijnlijk als we op die knop drukken... Oké, sorry. Dat klonk eerder als een Donald Duck imitatie, maar eigenlijk wou ik nadoen hoe Monty zou bijten. Dude, dat is zo gaaf. Ik zou bijna zeggen dat ik het saai vind om de speler te zijn. Oké, dat is niet waar. Het zijn van de speler is cool. He, je redt de Poppy Playtime fabriek. Maar kijk hoe dope dit is. Gewoon het zijn van de creepypasta. Het is best gaaf, weet je. Alleen niet als je vast zit in de versnipperaar. Dan ben ik toch liever de speler die toekijkt. Sorry. Oh my gosh, Gator, nee. Je bent zo leuk en groen. Maar waar ik mij toch het meest over verbaasde. Banjo Bunny. En daarom wil ik nog één keer zien hoe het is om hem te zijn. En deze keer... Oh, snap! Versus Huggy Wuggy. Oh my gosh, hij heeft gewoon 2 Huggies ingemaakt in 3 van die soort van klappen met dat instrument. En ja, nu heeft hij de 4 ingemaakt. Dit is insane. Banjo Bunny is een konijnenknuffel, jongens. Kom op nou. Nooit gedacht dat hij zo sterk en zacht waarschijnlijk ook. Maar vooral sterk zou kunnen zijn. Kijk dan. Wat? 5 Huggy Wuggies in 1 keer? Dat is een soort van 5 halen, 1 betalen. Of zo. Maar we mogen Mommy Longlegs natuurlijk niet vergeten. En ze neemt het op tegen elke soort Huggy Wuggy. In haar eentje. Dat is best knap. Dat is best knap, weet je. Misschien wint ze wel niet. Maar ik vind het alleen al knap dat ze het probeert.
Al moet ik zeggen, ze houdt het best wel lang vol. Eigenlijk, ik zou misschien wel kiezen om Mommy Longlegs te zijn. Ze heeft iedereen ingemaakt. Als je namelijk Mommy Longlegs bent, heb je sowieso de allergrootste rol van iedereen. Maar hoe is het dan om een Daddy Longlegs te zijn? En het op te nemen tegen elke soort Siren Head? Wat? Daddy Longlegs nog aan toe? Deze kleine blauwe spin neemt het op tegen elke Siren Head met twee vingers in zijn neus. Of eigenlijk twee poten in zijn neus, want ja. Spinnen hebben geen vingers, denk ik. Maar eindelijk is het zover. PJ versus elke creepypasta. Kom op, PJ. You got this. Dude, wat? Jij bent geen rupshond. Jij bent een super rupshond. Een super, super rupshond. Een super... Oké, je snapt het. Hij is gewoon kapot sterk. Ik wou dat even benadrukken met heel vaak het woord super. Super. Hij is super. Hij is gewoon super. Oh my gosh, is dat... En als laatste, Baby Longlegs. Oh my gosh. Wat? Wacht even, wat? Zag ik dat nou? Hoorde ik dat nou? Wow! Dat is insane! Hij maakt zijn tegenstanders in door te huilen. Zie je dat dan voor je, dat je in een gevecht zit en dan... Ah! En dat je dan gewoon wint? Dat je gewoon... Dit is de echte winnaar. Oh my gosh, no way. Eén keer. De familie Longlegs versus elke creepypasta. Je hoort ook gewoon het gehuil van baby Longlegs overal boven vandaan komen. Dude. Wat? Hé, hey, luister. De familie Longlegs is een heel stuk griezeliger dan ik dacht. Dude. Ik zag DJ Music Man. Ik zag Sundrop, Moondrop en mijn oma. Ik denk trouwens serieus wel dat baby Longlegs gewoon sterker is dan mommy en daddy Longlegs bij elkaar. Dat is raar. Dat is bijzonder. Maar wel grappig. Vooral met dat gehuil. Ah! Kijk dan, hij neemt het nu ook gewoon weer op tegen vier mega grote Five Nights at Freddy animatronics. Oh, hij neemt het ondertussen even casual op tegen Sundrop. Gewoon even als pauze van Gator. Hij doet echt alsof het niks is. Hij gaat winnen, hè? Gaat hij winnen? Ik geloof in je, je hebt iedereen al ingemaakt. Alleen Gator nog. Wauw. Sterke baby. Nu ik dit heb gezien, denk ik toch dat als ik één karakter zou kunnen zijn, ik waarschijnlijk zou kiezen voor baby Longlegs. Iemand viel. Ik zag iemand vallen. Alleen nu zijn we geen Poppy Playtime karakter. We spelen namelijk... Alles is weg. Colorblock. Het spel waarin je op de juiste kleur moet staan, omdat je anders zeg maar... Hoe noem je dat ook alweer? Oh ja, naar beneden valt. En in deze modus ben je dus een vlinder. Ik ben zo mooi. En volgens mij is het een best wel... Iemand viel. Een best wel lastige modus. Oké, de volgende is Lime. Uh-oh. Oh nee! Niemand heeft gewonnen! Abonneer voor meer en adios.